Staphorst en SV Huizen, twee ploegen die voorafgaand aan dit duel niet staan op de plek waar ze zouden willen staan. Staphorst dat jaagt op de eerste thuisoverwinning van dit seizoen. En dat moet dan gaan gebeuren tegen Huizen dat 2 punten heeft uit de eerste 2 wedstrijden. Hier is Kroes. Het eerste moment wellicht voor Staphorst. Rijnvis lost en daar is Meijneer dan met de kopbal, maar die mist kracht. En kan alsnog worden opgevangen door de doelman van Huizen. Staphorst opnieuw over de rechterkant. Van den Burg weer Meijneer. Maar nu komt hij in teenlengte tekort om Rijnvis te verschalken. Huizen dan het eerste momentje. Unal over de zijkant en daar vliegt die bal er zelfs in. Eerste kans voor Huizen en zij scoren wel. Hij wordt gegeven aan Manolepsi, maar in de herhaling zien we dat krediet hem tegen de benen van Mark Straat schiet. En dus zet de Staphorster Huizen hier op voorsprong. Huizen dan de vrije bal via Papa Melodias. Blijft hangen. Komt er een claim voor een strafschop. Maar daar wil de arbiter niks van weten. En Oosterhof kan die bal rustig klemmen. Weer de bezoekers over de zijkant. Weer met Unal. Die kennen we nog in Staphorst. De voorzet. Daar is Van der Veld. En die komt ook weer gevaarlijk voor zijn man. Maar Oosterhof kan de doeltrap nemen. Staphorst dan weer. Balletje terug. Zit Huizen ertussen. En bijna met een gelukje William de Boer. Dan Huizen opnieuw. En Heuvelman moet daar een overtreding maken. Krijgt de gele kaart. Maar belangrijker de strafschop voor Huizen. 28e minuut en Lars Heuvelman pakt daar zijn tegenstander vast. Unal achter de bal en hij zorgt voor 2-0. We kennen hem nog in Staphorst. Scoorde ook 2 seizoenen geleden namens Lisse in de nacompetitie tegen Staphorst. En nu doet hij opnieuw de ploeg van Jan Vlapijn. Weer Huizen. Weer is het daar gevaarlijk. En wat wordt Staphorst daar toch af en toe te kijken gezet achterin. Weer Huizen. Dan Klaassen. Dringt 10-0 te maken, maar er staat Van der Veld op de doellijn. Ja, dat is dan buitenspel. Als hij opspringt is het een goal. Maar nu telt hij niet van Klaassen. Huizen weer de voorzet. En daar is Unal op de paal zeg. Dat komt Staphorst hier goed weg. De tweede helft met de ingevallen Uldriks. Wordt hier gevonden door Meijneer. Maar schampt de bal net niet hard genoeg. Vrije trap, Kroes. En via de muur verdwijnt hij over de achterlijn. Dan een corner. De zoveelste deze wedstrijd. Knap, Brakke en daar, ja, eindelijk. Eindelijk Mark Veldmaten met de goal voor Staphorst. De zoveelste corner in de wedstrijd en die levert eindelijk dan succes op voor het elftal van Jan Vlap. Staphorst wil dan door. Weer een corner, amper 2 minuten later. Daar is Rijnvis er niet goed bij en is Mark Straat dat wel. En hij zet Staphorst zelfs op 2-2. Heel vlot achter die 2-1, dus ook direct de 2-2. Mark Straat maakt zijn eigen goal goed. Staphorst gaat dan door. Hier is Uldriks, wordt hij gevloerd. Ja, de fluit gaat naar de mond van de scheidsrechter. Maar er komt geen geluid uit. Hij blaast toch maar niet. Van den Burg voorzet en weer Staphorst met Uldriks. En zo rijgt Staphorst de kansen aan elkaar. Kroes nog eens een keer met zo'n vrije bal. Maar nee, die mist de juiste richting. Staphorst, Van den Burg. Mooie aanval met Kroes en Brakke bij de eerste paal. Maar ook hij heeft het vizier hier niet op scherp staan. Weer Staphorst, bal blijft lekker liggen voor Meijneer. Die probeert het dan maar eens een keer. Maar tegen de boarding aan. Weer Van den Burg. Bedreven aan de rechterkant. Meijneer blijft hij liggen voor Mark Schraas. Geblokt Raymond Kroes dan. Alsnog weer zo'n poging van afstand. Maar weer vindt hij niet het net. Meijneer dan. Veelbelovende aanval wordt onderschept door Unal. Hij krijgt een gele kaart. 5 minuten voor tijd. Omdat hij Meijneer daar even bij het shirt pakt. Dan invallen van Esterik. Die wordt even... een tik uitgedeeld door Raymond Kroes. En die krijgt een gele kaart. Ja, Huizen dacht wellicht aan een andere kleur. Kroes was te laat. En krijgt de gele print van de scheidsrechter. Brakke dan. Brakke met het schotje. Maar ook dat kan Rijnvis dan niet echt verontrusten. De vrije trap van achteruit. Daar is nog iemand van Staphorst. Maar nee, ook dit lukt dan niet. En dan blaast de scheidsrechter voor het einde van deze wedstrijd. Een wedstrijd met 2 verschillende helften. Waarin Huizen de eerste helft de baas was, Staphorst de tweede, eindigt dus zonder winnaar. En opnieuw wint Staphorst niet op eigen veld. 2-2.